Ons school zit heel vol met harige verrassingen. Sommige dieren zijn dom, traag of hebben flaporen. Iedereen krijgt hier goede zorg en we hebben respect voor alles wat groeit en bloeit. We hebben hier allemaal ons eigen tuintje. We verbouwen hier geen apenkool, maar snoeptomaatjes. Beestachtig lekker. We hebben zelfs een ecoteam en een binnenvijver. Je kan erin vallen, maar dat gebeurt natuurlijk niet. Dat zal een olifant niet snel gebeuren. Hij ruikt water van afstand van 4,8 kilometer. Wist je dat? Ik kom uit de kast. Wij worden hier goed verzorgd. Ook heb je dyslexie, of je praat een beetje plat, of je komt uit de kast. Overal is hier ruimte voor. Onze conciërge Kees, we geven het allemaal naar 5, soms op gekke plekken, maar daar worden we wel vrolijk van. Meneer Geree, ja. Deze auto is niet echt dat heel goed voor het milieu. Ah, ik heb wel een plan bij me. Ja, dat is wel goed voor het milieu. Meneer Geree is verslaafd aan zijn oldtimers en met mevrouw Meijer leren we over verschillende culturen. Ontmoet onze dieren, meneer Geree, de conciërge Kees, mevrouw Meijer en de rest van onze school. Hey Bas en Wilfred, jullie moeten wel een goede indruk maken op onze nieuwe leerlingen, hè?